wil natuurlijk bij dit bijzondere moment gelijk het woord geven aan de voorzitter van de Surinaamse Public Health Associatie, mevrouw Rachel Eersel. Mevrouw Eersel. Goedenavond allemaal. Goedenavond minister, goedenavond directeur, panelleden, moderator, SVHA-leden, studenten, media en alle die nu in de zaal zijn en ook live volgen in Suriname en in het buitenland. De moderator Dirk is afgezegd van, ik ben Rachel Eersel, ik ben de voorzitter van de Surinaamse Public Health Associatie. Ik wil ook graag het bestuur voorstellen aan u. Mevrouw Indy Krishnadat, zij is de ondervoorzitter. Daar is ze. Mevrouw Malti Algo, penningmeester. Mevrouw Claudine Hammen, secretaris. En we hebben ook nog mevrouw Hetty Goede, commissaris. Maar ze is momenteel niet in Suriname, maar ze volgt wel live nu. Ik ben zeer verheugd om u allen hier te zien, dat goed blijkt van uw interesse voor het onderwerp. Nou, misschien gaat u zich afvragen, wat is de aanleiding geweest dat de Surinaamse Public Health Association deze paneldiscussie organiseert met als titel Public Health in kritieke staat, de gezondheid van de Surinaamse bevolking in gevaar. Nou, maar wat is dan die Public Health? U zult vanavond meer erover horen. Als je het letterlijk zou vertalen, kom je op publieke gezondheidszorg, volksgezondheid. Nou, de public health, die richt zich op de bevolking of specifieke groepen in de bevolking. En door middel van collectieve actie wordt de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen bewaard. Bijvoorbeeld door verzameling van data en monitoren van ziekte. En daardoor worden dan de ziekte voorkomen in de bevolking, beschermd, specifieke maatregelen te nemen of te adviseren. En we bevorderen door de bevolking te informeren, voor te lichten, bewust te maken van zaken die de gezondheid verbeteren, dan naar schade kunnen toebrengen. En public health is een onderdeel van het gezondheidssysteem naast de medische dienstverlening voor de individuele zorg van patiënten. De gezondheid van het volk wordt in grote mate beïnvloed door meer dan alleen de medische zorg die gericht is op individuen. Wij gaan het vanavond ook voornamelijk hebben over intersectoraal, hoe kunnen we intersectorale samenwerking verbeteren. U zult horen over het adresseren van socio-economische determinanten van de gezondheid, maar dat valt allemaal onder public health. Denk daarbij ook aan de Sustainable Development Goals, geen armoede, geen honger, toegang tot kwaliteitsonderwijs, betaalbare en duurzame energie, schoon drinkwater en sanitaire. Dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan de gezondheid van het volk. En als we specifiek inzoomen voor health, dan is dat de Sustainable Development Goal 3. Die heeft het over verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. Moedersterfte moet omlaag, malaria moet geëlimineerd worden, de doelen voor HIV moeten gerealiseerd worden. En zo zijn er nog meer te noemen. En hiervan heb je natuurlijk public health programma's nodig. Maar waarom willen we dan een discussie aangaan over public health als associatie? Nou, u heeft misschien al in onze infograaf gezien, er is een meetinstrument, een set van essentiële functies, public health acties, die van fundamenteel belang zijn voor het bereiken van het doel van een goede gezondheid van een bevolking. En om een paar te noemen, hoe financieren wordt de zorg? Hoe worden middelen toegewezen? Gaat het alleen maar om geld, maar ook om human resources? Hoe is de toegang tot de zorg geregeld? En de toegang, en op welke interventie moet nadruk gelegd worden? Denk bijvoorbeeld aan programma's die leefstijl bevorderen. En hoe wordt het beleid ontwikkeld?
De aanzien bijvoorbeeld programma's voor moeder en kinderen, vaccinaties, chronische ziekten en bepaalde bedreigende infecties. Zonder deze public health functies en programma's komen de medische zorg nog meer onder druk te staan om met de schaarse middelen zorg te verlenen aan een steeds ziekere bevolking en door de instorting van het hele zorgsysteem met desastreuze gevolgen die doorwerken op alle facetten van de samenleving. De laatste gehouden meting van deze essentie voor de kruisfunctie in Suriname gaf aan dat deze functies slecht scoren. En werkbestuur en de leden van de Surinaamse Public Health Association zijn bezorgd over de kritieke staat van de public health. En tijdens de interne workshop die we met de leden hebben gehouden, hebben ze gezegd dat wij als association, dat het belang van public health, de bewustwording van public health, moet vergroot worden. Het is onvoldoende bekend onder het publiek. Het belang ervan moet merkbaar zijn. Is vandaar dus deze paneldiscussie. Public health in kritieke staat, de gezondheid van de Surinaamse bevolking in gevaar. En het doel heeft u al kunnen lezen. We willen het belang van public health belichten. We willen de huidige kritieke stand van zaken bespreken. En natuurlijk willen we ook actiegerichte punten voor gezamenlijke actie identificeren. En, maar omdat wij punten gezamenlijke acties willen identificeren, heb je stakeholders nodig in en buiten de healthsector. Vandaar dat u ook als u om zich heen kijkt, hebben we een zeer gevarieerd publiek. Er zijn mensen aanwezig vanuit de maatschappelijke groepen, ja, beleidsmakers, overheid, gezondheidsinstituten, maar ook bedrijfsleven, verzekeringsmaatschappijen, beroepsverenigingen, communityorganisaties. Eigenlijk iedereen die direct of indirect betrokken zijn bij public health. En het is toch belangrijk om te benadrukken dat we wel allemaal, ik ook, zaken kunnen noemen die te maken hebben met de individuele medische zorg, willen we vanavond de discussie toch voeren gericht op het niveau van de gemeenschappelijke gezondheid en de rol van public health in het gezondheidszorgsysteem en het belang daarvan. Ik wens u allen een goede discussie vanavond. Dank u. Dank u wel. Voorzitter van de Suriname Public Health Associatie. Laat mij dan gelijk met u delen hoe de avond zal verlopen. Ik zal zo direct hierna de panelleden aan u voorstellen, maar het verloop van de avond zal als volgt plaatsvinden. Ik introduceer de panelleden. Vervolgens zal ik beginnen de panelleden vragen te stellen. We hebben geen inleiders, maar de panelleden zullen op basis van dezelfde vragen die hun informatie en kennis delen met de zaal. Uiteraard komt natuurlijk ook de zaal wordt in de gelegenheid gesteld, maar daar kom ik zo bij de spelregels ook aan het woord. En we zullen helemaal aan het eind een intermezzo hebben en uiteindelijk zal er een statement worden gelezen vanuit de Surinaamse Associatie van Public Health Professionals. En die statement is uiteraard op basis van wat er vanavond hier besproken wordt en de suggesties die worden gedaan. Laat mij dan haasten om mijn panel aan u voor te stellen. Ik begin met Dr. Anders Martelise Eerveld. Ze is master in public health en ze is public health arts. Martelise is sinds 1989 als docent public health verbonden aan de medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daarnaast is zij van 2006 tot 2015 directeur geweest van het ministerie van Volksgezondheid. Martelise heeft in 1983 haar geneeskundestudie afgerond aan de Universiteit van Suriname en heeft in 1989 haar Master of Science in Public Health behaald aan de Tulane University School of Public Health in Amerika. Zij heeft verschillende leidinggevende functies vervuld in de gezondheidszorgorganisaties, waaronder coördinator van de medische zending Suriname, thans is ze waarnemend coördinator van het malaria-programma in Suriname. Martelise Eerveld. Als volgende panelist Lindy Liokifa, medisch directeur van Academische Thuis Paramaribo. Lindy is arts en heeft
langer dan 20 jaar geleden gewerkt op de spoedeisende in de hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Daarmee heeft ze kort gewerkt voor BHP Billiton Maatschappij Suriname en veel voornamelijk als arts of Mongo voor rechthebbenden van Firalco en Billiton. Ze trad wederom in dienst van het AZP en is thans daar verwonnen als directeur van het academisch ziekenhuis. Lindy. En dan hebben we, je zou zeggen, vrienden in het debat, maar de bedoeling is, de voorzitter heeft dat ook aangegeven. Dus het gaat niet alleen maar om de sector volksgezondheid, maar het gaat om een breed scala als we praten over public health. We hebben Dr. Anne Steven Baby Persat, econoom en voorzitter van de Vereniging van Economisten. Steven studeerde zowel geneeskunde, dat is nieuw voor mij, als economie, want ik ken hem van de Vereniging van Economisten. Als macro-econoom is hij al 10 jaar actief op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en in de Vereniging van Economisten. Inmiddels is hij voorzitter van de Vereniging en van het Suriname Business Forum. Met deze drie rollen plaatst hij de vloeiende verwerfelijkheden van de economie en de maatschappij in het voetlicht. Steven. Mag ik dan Dr. Hans Breveld aan u voorstellen? Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was staflid werkzaam op het planbureau en op de afdeling internationale financiering en technische assistentie. Hij was minister van Binnenlandse Zaken en regionale ontwikkeling in het interim kabinet Graaf. Hij is docent politicologie, bestuurswetenschap, Caribistiek geweest aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Verder heeft hij daar diverse functies vervuld en is ook bestuurslid geweest van de Anton de Kom Universiteit. Hij is medeoprichter geweest en ook directeur van de Democracy Unit en jaren directeur geweest van het instituut. Breveld promoveerde tot dokter in de maatschappijwetenschappen met de dissertatie Jopie Pennel 1960-1970, lezen en werk van de Surinaamse politicus. Verder heeft Hans nog diverse andere publicaties op zijn naam staan. Zijn onderzoeksgebied is de politieke geschiedenis van Suriname, met name het ontstaan en ontwikkeling van politieke partijen. Hans Breveld is lid geweest van de staatscommissie Frontwetsherziening onder leiding van Weilenmeester Sankolane. Hans. En als laatste, maar niet de minst belangrijke, meester Saranas Bahar Wankan, het goed uitgesproken, is hij onderzoeker. Hij heeft 15 jaar bij de overheid gewerkt in de beleidsvoorbereiding en planning, als ook onderzoek op het gebied van sociaal beleid, mensenrechten en kinderrechten. Daarna in de projectcoördinatie, monitoring en evaluatie, ondersteund door de UNICEF, UNDP en IDB. In de afgelopen 8 jaar meer focus op onderzoek, sociaal beleid, milieu, gezondheidszorg, projectcoördinatie als ook ondersteuning bij beleidsformulering en het opstellen van beleidsactiviteitenplannen. Actieplannen. Zij heeft rechten en public administration gestudeerd. Voort is zij ook actief in projecten die worden voorbereid en uitgevoerd vanuit de civil society. Ik wil thans met u delen, uiteraard, de spelregels voor hedenavond als het gaat om de panel-discussie. Ik heb reeds aangegeven dat eerst vragen gesteld worden aan het panel. Ik doe een beroep op de panelleden om kort en duidelijk te zijn en natuurlijk zich te houden aan de korte tijd. Dus daarom is het ook kort. Verder wil ik iedere spreker, iedere vraagsteller vragen om respectvol naar elkaar te zijn. Niet geen persoonlijke aanvallen, geen beledigingen, geen scheldwoorden. Ik hou me terecht voor om de microfoon uit te schakelen als dat gebeurt. En ik hoop dat u daar niet toe hoeft over te gaan met uw medewerking. Aan iedere spreker wordt gevraagd om zijn standpunten goed te onderbouwen. Op het moment dat ik de ruimte geef aan het publiek om over te gaan tot vragen stellen, zijn 3 microfoons, 1 hier en 1 daar. Wilt u zich dan achter de microfoon begeven en de eerste die daar is, alsjeblieft niet geen gevecht. Dus u kunt rustig gaan, u komt zeker aan de deur. En voor de mensen die wat slechter been zijn, alsjeblieft steek uw vinger op en dan is er een mobiele telefoon die naar u wordt gebracht. De vragensteller heeft de gelegenheid om binnen 1 minuut de vragen te stellen. Ik zal in ieder geval, als u een hele inleiding verzorgt, zal ik u daarop wijzen om alsjeblieft de vraag te stellen. Als u de tijd overschrijdt, zal ik u vragen om af te ronden. En uiteindelijk zal ik genoodzaakt zijn om ook dan de microfoon uit te doen.
Dus graag met uw medewerking dat ik daar geen gebruik van hoef te maken. Om het heel handig te doen, stel ik u voor, u heeft allemaal een mobiele telefoon, een smartphone. Schrijf die vraag op in die smartphone, want het gaat anders veel te lang duren om een lang verhaal te schrijven. Dus dan blijft de vraag in ieder geval erg kort. Nou, ik wens u in ieder geval alvast een hele plezierige, productieve, resultaatgerichte paneldiscussie toe. Nou, zoals aangekondigd zal ik dan starten met de vragen. En ik wil beginnen met Dr. Anders Martelize. Eerst op. Wat is voor u de meerwaarde van public health voor de samenleving? En waarom is het voor iedereen zo belangrijk? De microfoon. Ja, ik zie hier in de zaal alleen maar bekende mensen. Dus het is bekende materie wat we vandaag gaan behandelen. En waarschijnlijk heeft u dezelfde mening als ik. Want de public health is eigenlijk gericht op preventie. En al public health maatregelen zijn eigenlijk kan ze beschouwen als de investering. Dus die moet ik in economische termen praten. Investeringsfonds in healthy human capital. Waaruit je kan putten op middel of langere termijn aan gezonde arbeidskrachten, gezonde mensen. Public health werkt dus vaak niet direct, maar op termijn. En er zijn heel veel public health successes in Suriname geweest. En de clue is om die successen ook te behouden. Hoe behouden wij dat waarin wij hebben geïnvesteerd? Door onderhoud. Alleen door onderhoud kan je ervoor zorgen dat een healthy human capital alleen maar gaat groeien. Want er komen ook nieuwe uitdagingen bij, zoals global warming. De hele communicatie-issue er hier rond COVID is ontstaan, misinformation. Epidemic moet ik zeggen, iedereen weet wel, ik hoor net dat er een epidemic is van Helicobacter, niet ik veel. Dus, maar dat gaat op social media rond. De public health instituten moeten daarop vooruit lopen. Dat is public health, dat gaat u ook op paratiek hebben genomen, 4.0. Ja? Hoe ga ik beantwoorden de huidige public health uitdagingen? Hoe ga ik daaraan beantwoorden? Maar ik ga niet vergeten dat je die oude public health agenda van investeren in healthy human capital niet mag verwaarlozen. Want dan, als het instort, ja, dan gaan ze bij mijn beurt verhouden. Dus dan krijg je dus verlies van healthy human capital. Voordat ik het me een beetje heb uitgelegd. Dank u wel. Ik wil dan gaan naar de financiële persoon, maar ook arts. Of medicus in ons midden. Steven, een van de aspecten van public health is natuurlijk de financiering van het vraagstuk. Zou je ons kunnen vertellen, hoe is het geweest de afgelopen jaren als het gaat om de financiering van public health, specifiek bekeken vanuit het overheidsbudget? Zijn we er procentueel op vooruit gegaan of zijn we er procentueel op achteruit gegaan? Ja, een heel terechte vraag. Dank u wel, Amstel. Goedenavond, iedereen. En ik begin bij historische data. We zien in de afgelopen 10 jaren dat we jaarlijks steeds meer geld gereserveerd is geworden voor het publiek. Ja, zoals dokter Eersel terecht aangeeft, we hebben goede momenten nu gemaakt. Maar we zien dat waarschijnlijk vanwege de komst van de economische crisis moet je gaan bezuinigen. De overheid is gaan knippen op budgetten. Volksgezondheid is eentje ervan. Vandaag de dag zien we dat slechts 5-6% van het BBP gaat naar de gezondheidszorg. Het Caribisch gemiddelde zit rond de 7-8%. Dus we zitten onder het niveau van het Caribisch gebied. Maar we zitten ook onder ons historisch hoogtepunt. Dat was 2019. Toen ging om het bij 9,5% van het BBP naar de gezondheidszorg. Als we nu kijken naar de gezondheid, naar de totale uitgaven van de overheid, ik bad dan voor het gemak. Vorig jaar, 2023, toen had de overheid om en bij 55 miljard aan uitgaven. Hiervan is slechts 7% bestemd geweest voor het ministerie van de Volksgezondheid.
Mijn natuurlijk niet te wel. De kosten van de gezondheid zorg, volksgezondheid, hoe plan je maar. Dat zijn wel duidelijk verschilpunten hoor. Dus het zijn niet echt definities van elkaar. Het is altijd de samenstelling van publieke uitgaven, private uitgaven, maar vooral niet te verwaarlozen persoonlijke uitgaven. Op het moment dat je ziek bent, komen er kosten bij. Sommige kosten zijn kortstondig, andere kosten zijn langdurig. Denk bijvoorbeeld aan chronische ziekte. We weten vandaag de dag dat diabetes, hypertensie, groeiende probleemgebieden zijn in Suriname. Dus aan één kant zien we dat er, laten we aannemen vanwege de crisis, zwaar geknipt wordt in de overheidsuitgaven op volksgezondheid. Aan de andere kant, kosten moeten wel betaald worden, dat moeten vasthouden. Nu komt het vooral van personen, en vele personen kunnen die op dit moment niet betalen door afgenomen koopkracht toenemen de armoede. Met andere woorden, belanden we in een situatie waarbij je een groeiende, ongezonde bevolking hebt. Ongezonde bevolking, zover economisch gesproken, betekent minder arbeidsuren, minder totale productiviteit. Dus een bijna ziek wordende samenleving. En dat tijd moet je keren. Laat ik het even dan hier ook parkeren, misschien ook voor de discussie. Vorige week hebben we de CWS 2024 gehad met interessante verhalen over olie en gas. Nu moeten we al begrijpen van welke mensen vandaar werken en het olie en gas gebeuren. Dat zal vast niet de zieke bevolking zijn, dus nu is het moment om het tijd te keren te investeren. In gezondheidszorg, er zijn modaliteiten daarvoor, mogelijk dat het in de discussie terugkomt. Maar nu moeten we kijken, anders zal het moeilijker worden om het verdiende geld uit olie en gas hier te houden. Dank u wel, Steven. Ik wil dan gaan naar Faranas. We praten over meerdere sectoren die belangrijk zijn en een mooi woord daarvoor gebruikt wordt door de sociale determinanten genoemd. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja. Goedenavond, vaste aanwezigen. Sociale determinanten zijn dus factoren die de mens in het dagelijks leven beïnvloeden. En in principe hebben ze invloed op het gezondheidsstatus, maar ook de welzijn van elk mens. Maar ze laten ook zien waar het sociale ongelegenheid is. Enkele voorbeelden, als het gaat over werkgelegenheid, hebben mensen toegang tot het arbeidsproces, kunnen ze daarvoor inkomen genereren, hebben ze daarvoor de ruimte om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Dat is één voorbeeld. Voedselonzekerheid, en wel voedselzekerheid is ook een ander determinant, hebben mensen toegang tot geschikte voeding, hebben ze voldoende inkomsten daarvoor. Hebben ze een gezond dieet of hebben ze juist ongezonde eetpatroon, dat weer consequenties kan hebben voor de gezondheid in de vorm van ondervoeding of misschien wel overgewicht. Huisvesting is een ander determinant. Kleine woonruimtes, veel mensen, geen toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen, dat zijn de andere facetten die we komen kijken. Educatie. Ook een ander determinant, toegang tot verschillende niveaus van educatie, zorgt natuurlijk voor weer ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor mensen. En dat heeft dan weer een invloed op hun zelfsufficiëntie. Sociale voorzieningen en sociale bescherming is ook een ander determinant die genoemd wordt. Waarom, als mensen dus bijvoorbeeld zelf niet in hun inkomen voorzien, moet dat dan een systeem zijn dat hun opvangt. Er worden bijvoorbeeld medische voorzieningen, sommige mensen niet in staat om dat voor zichzelf te betalen. Dat zijn enkele voorbeelden in een nutshell. Het gaat er dus om, en met name de Wereldgezondheidsorganisatie promoot dat beleidssectoren, gezondheid, dus altijd goed deelnemen in de verschillende beleidssectoren, de benadering van health and health policies, wordt met name gepromoot. Immer zegt ons verantwoord, artikel 36 ook, dat we dus moeten werken aan systematische verbetering van leven en woonklimaat van mensen. Het gaat om de systematische verbetering, omdat we daarvoor de algemene gezondheidszorg te vorderen. Dat komt van de hele wereld. Dank u wel, Faranas. Hans, ik kom naar jou. En ik wil bij jou praten over leiderschap. En omdat we praten over meerdere sectoren en niet alleen maar over de volksgezondheid, ga ik je de vraag stellen, hoe zit het met leiderschap in Suriname en met name in de sectoren aan de ene kant volksgezondheid, maar natuurlijk ook in de sectoren die gekoppeld zijn aan de sociale determinanten?
Ja, als we praten over leiderschap, dan moeten we leiderschap niet vergeten in de context waarin we leven. En die context is politiek, dat is stellen waarin we leven. Wij hebben gekozen voor een democratische staat. En als je zegt een democratische staat, dan moet je dat afzetten tegen de autocratische staat. In de democratische staat heb je de mogelijkheid, de leden van de gemeenschap hebben de mogelijkheid om de leiding te kiezen, maar ze hebben ook de mogelijkheid voor inspraak in die organisatie, in het bestuur van die organisatie. En als je kijkt naar de Suriname, dan zeg je Suriname heeft een regering die te kiezen, een democratische leiding, maar gaat zien wij dat de burgerij misschien haar taken niet optimaal vervuld in dienst. En ik denk, dat met u dat er niet op de plaats wordt waar het kritiek geleverd moet worden, kritiek geleverd wordt. We hebben een leiding en we hebben een organisatie die de leiding moet controleren. Maar wie controleert dat orgaan? En ik denk dat wij vooral daarom dat van dat meer moeten gaan benadrukken. Dat wij moeten opgeven. De verkiezingen zijn al kort. De verkiezingsprogramma's komen. En daarin zouden wij moeten opgeven. Dus we zouden de verkiezingsprogramma's moeten opgeven. Maar wij zouden ook moeten nagaan. Wat is het deel van de public health, van de politieke context en van public health in die verschillende verkiezingsprogramma's. Dat is wat voor belang. Maar daarnaast heb je simpel in de Engelse taal heb je een onderscheid. Je hebt veel begrippen en die zijn van groot belang ook in dit geval responsibility en accountability. De responsibility, de verantwoordelijkheid die elke burger heeft voor het in stand houden op haar zelf, op haar eigen verantwoordelijkheid. En de overheid die de totale verantwoordelijkheid heeft en ook de plicht heeft om naar de burgers toe die voorzieningen te treffen en die omstandigheden te creëren dat wij een zo gezond mogelijk vorm moeten hebben. Dus als we praten over het leiderschap, dan hebben we een leiderschap dat moet worden gecontroleerd. En de ene die onder het leiderschap zit, moet de ook laten weten wat ze en permanent laten weten wat ze vinden van het leiderschap. Dankjewel, Hans. Ik wil dan overgaan naar Lindy. Lindy, er is aangegeven zijn in een huidige kritieke stand als het gaat om public health in Suriname. Zou je een voorbeeld kunnen noemen hoe public health beleid invloed kan hebben op de patiëntenzorg? Nou, public health beleid is erg breed. Als we kijken naar de ziektelast, bijvoorbeeld, als we kijken naar, we zien dus bijvoorbeeld nu heel veel mensen met hart- en vaatziekten. We weten allemaal dat dat gekoppeld is aan lifestyle. Wat eten we, hoe eten we, hoe leven we, bewegen we. Dan zou een public health maatregel moeten zijn dat we dus moeten gaan kijken naar voeding. Is er gezonde voeding beschikbaar? In deze huidige crisis is het makkelijk om te zeggen wanneer we vrouwen niet gezond eten, maar is dat beschikbaar? Ik heb nog bijvoorbeeld geen programma gezien van het ministerie van Algemeen van de EU. Wat kan je zelf doen om aan die dure groenten te kopen? Toch? Hoe kan je zelf voorzien zijn? Als we kijken naar het zout en suikergehalte wat er is in voeding, zouden we programma's moeten hebben om dat duidelijk beschikbaar te maken voor mensen, dat ze labels kunnen lezen, die er heel veel programma's zijn, maar er natuurlijk ook financiering zijn voor dat soort programma's, om voor mensen duidelijk te maken wat is gezond voor je, wat is minder gezond voor je. Het zijn allemaal public health maatregelen die natuurlijk niet rechtstreeks zijn om de individu, maar wel kunnen we samen maken. Dus zo zijn er dus meerdere dingen waar public health maatregelen zouden kunnen helpen om de ziektelast zoals die er nu is, te verminderen. Dank u wel. Ik wil nu een vraag stellen aan eigenlijk alle paneleden. En het is voor mij een hele simpele vraag. Waarom is het voor iedereen hier in de zaal belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen over public health? Zoals je zegt, het is public. Dus
public health, maar het is werkelijk impact van sport die gebruik maakt van een bottom-up approach. Ja, dus public health zit eigenlijk met zijn benen, voeten in de modder. Wij hebben dat gezien bij onze jarenlange aanpak van de malariabestrijding in ons land. Dat bijna een quarter of a century is geweest. Een van de veteranen zit ook in de zaal, samen met mij. En gaan naar de communities, horen wat de communities zeggen. Maatregelen treffen die aangepast zijn op de samenleving. Dus public health is eigenlijk een permanente dialoog. Niet tussen beleidsmakers alleen, maar met stakeholders en ook met de politiek. Om uit te vissen welke public health programma's gaan we ondersteunen. Welke regering ook komt, we gaan het ondersteunen. Moet je als samenleving tot consensus komen welke dingen gaan we absoluut door laten gaan. En malaria is een van die dingen geweest. Waar er nooit aan gesleuteld is. De deskundigen zijn altijd op hun plek gebleven. Er is geen rieswisseling geweest met de verkiezing van de malaria taskforce. Ja? En het politieke, dat verschil ik niet, want ik heb net een artikel gelezen waar het ook wordt gezegd door Amerikaanse deskundigen. Er zijn enkele onderdelen van de public health die dwars door op een volgende regeringen moeten worden ondersteund. Een van ze is ook het vaccinatieprogramma. Het vaccinatieprogramma mag op geen enkel moment terugvallen. Wat nu dreigt door het tekort aan geld bij degenen die moeten uitvoeren. Dat is dan voor mij een onmogelijkheid. We hebben ook succesvol geboekt bij de HIV-bestrijding. Waarbij we bijna waren gekomen aan de eliminatie van transmissie van moeder op kind van HIV. We zijn weer teruggevallen daar. Dat zeg ik niet, dat hebben de deskundigen zelf in het parlement gezegd. Er is een explosie van geslachtsziekten. Ja, vele landen hebben dat gezien post-COVID, maar er moet een antwoord op gegeven worden. Ja, want we zijn met, als we met z'n allen ermee eens zijn, geen geslachtsziekten meer, geen syfilis meer, geen moeder op geen transmissie van HIV, dan moeten we met z'n allen de schouders eronder zetten en de overheid die de leidinggevende rol. Ik ben al over mijn 1 minuut. Ja, ik kan natuurlijk al je onderzoek hebben, maar het is gezegd. Het is belangrijk dat de politiek, de beleidsmakers, die zeggen dat het een gezonde samenleving iets is dat we met z'n allen moeten doen. Het kan nooit de taak zijn van het ministerie van Volksgezondheid alleen, omdat zij natuurlijk inzicht hebben van verschillende hoeken. Als we praten, ik zeg maar over verkeerstijdigheid, dus niet veel mensen met ongelukken, betekent dat het ministerie van Justitie en Politie moet inkomen. En zo zijn er een heleboel zaken die absoluut wat met z'n allen moeten doen. En continuïteit van beleid is inderdaad iets dat heel erg belangrijk is. Als we praten over malaria bijvoorbeeld, toen ik in opleiding was, toen waren er nog dagelijks crisis van malaria. Maar volgens mij, in de laatste 10 jaar hebben de mensen niet eens een crisis van malaria gezien. Dus het zijn inderdaad public health successen die we inderdaad hebben proberen te voorkomen. En er zijn inderdaad heel veel dreigingen waar we gezamenlijk onze schouders doen, zullen moeten zeggen. En niet alleen het ministerie van Volksgezondheid, maar gezamenlijk met meerdere ministeries om met je anders niet op de effecten van die wil bereiken. Ik ga aan deze tussen vragen. Zal er dus ook andere ministers hier moeten zitten dan alleen de minister van Volksgezondheid? Absoluut ja. Nee, in principe alle ministeries. We hebben in de tijd gewerkt aan health and all policies. En daarbij hebben dus, zijn er discussies geweest met verschillende ministeries. En wat ik al vrij sterk wat hun beleidsplannen waren voorgelegd. We hebben zelfs gestemd op beleidsplannen, waren volgens mij een stuk of 40 of zo plannen. En hebben we beleidsgebied gemaakt en we hebben daarop heel veel voorbereidingswerk waar eigenlijk niet veel mee gedaan is verder. En dat is eigenlijk zonde. We hebben, ik denk dat verschillende ministeries, het ministerie van Onderwijs, van LGV, Financiën, waarop veel leggebieden waren, dat bijvoorbeeld is een project waarbij we kinderen zouden leren om zelf te planten, waarbij je dus verschillende aspecten tegelijkertijd hebt. Dus ja, helemaal eens, er zouden meer ministeries betrokken moeten zijn om te focussen op een samenleving gezond is. Dank u wel, Steven.
Ja, precies. Ik kan heel goed gebruik maken van wat er gezegd is. In mijn optiek is publiek geld een maatschappelijke verworvenheid. Het moet een maatschappelijke verworvenheid worden. Maar natuurlijk, de maatschappij, daar nog gaat overal en nergens naar uit. Voorzeker gezien de digitale ontwikkelingen zijn woorden mensen snel afgeleid. Dat betekent dat je keuzes moet maken. De economie gaat om het maken van keuzes. Je zal altijd ergens middelen moeten nemen om te stoppen in dat wat je prioriteit geeft. Maar de opkomst neem ik aan dat het publiek hier is, omdat ze herkennen dat de gezondheid van de samenleving een prioriteit geniet. En dat de principe samenleving geen prioriteit geniet, geen menselijkheid is. Inderdaad, de voorgaande sprekers hebben dat gezegd. Volgens gezondheid, de gezondheidszorg is het moet eigenlijk cross-cutting zijn. Het moet dwars door elk beleid gaan. Zodat het niet gewoon sport, maar een actieve bevolking. Een activiteit is namelijk dat je plan voor jezelf, je bent bezig en dat moest zijn. En niet alleen maar mensen met chronische aandoeningen, maar ook jongeren, want ook zoals overgewicht, laat ik het netjes zeggen. Overgewicht komt ook voor, komt voor bij jongeren. Dus als je actief bezig bent, als je bijvoorbeeld plant, dan weet je wat je doet. Je kan het dan ook beter waarderen. En dan heb je ook je basiscalorieën verbrand voor die dag. Dus het moet dwars door alles heen gaan. Maar zeker in betrekking op jonge mensen. Dus voorlichting is heel belangrijk. En zoals dat net gezegd is, op het moment dat je als land een niveau houdt, laat we alsjeblieft niet teruggaan. Want er is zoveel effort gegaan om op dat niveau te komen. Om de ziektes te bestrijden op het moment dat je samenleving naar een lager ontwikkelingsniveau bent gedaald, is iets wat we op dit moment niet hebben en waarschijnlijk in de toekomst ook niet willen hebben. Dus laten we voorbouwen op ontwikkelingsbouwstenen die hebben gelegd in de samenleving. Er is eerder verwezen naar SDG 3, maar de gezondheid is ook met nog meer zaken te maken, met onderwijs, met fundamentele andere delen van de samenleving, met economie, anders zou het hier zitten. Dus het is gewoon daadwerkelijk cross-cutting. Dank u wel, Hans. Ja, in zekere opzicht kunnen we zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Maar in andere opzicht kunnen we zeggen, dat als we kijken naar de SDG Development Goals, dan zien wij dat al die aspecten van groot belang zijn en je kan liever vooraf bezig zijn en de mens daarin voorgaan en informeren daarover. Je had een tussenvraag naar de minister toe en dat bracht me op het idee dat het is goed als de minister van Volksgezondheid hier is, maar dat public health issues, niet alleen maar volksgezondheid natuurlijk retraderen, maar onderwijs bijvoorbeeld, sociale zaken is van groot belang. We hebben regionale ontwikkeling, zodat wanneer wij bepaalde problemen in Paramaribo hebben opgelost, dat we niet moeten weten dat ze nog in het binnenland verder gaan. En de meest belangrijke minister die hier zou moeten zitten, is de minister van Financiën. Zodat hij begrijpt dat er voldoende financiën worden gegeven aan de minister die het werk zou moeten doen voor onderkomen om ook te ondersteunen de public health issues. Dank u wel, Thomas. Ja, dank u wel. Tot slot, ik denk public health discussies zal altijd van belang zijn omdat het te maken heeft met je human capital. Investeren in de mens blijft een van de belangrijkste zaken. Onderwijs, volksgezondheid, sociale voorziening zijn de drie key elementen. Waar je ook gaat, dat is in principe waar het op neerkomt. Dus dat zou ik nog willen toevoegen. Maar laat ook rekening houden met zaken zoals ruimtelijke ordening, toch? Dat is een van onze grote problemen in het land. Weet je, we moeten een speciale aparte gyms gaan oprichten, terwijl misschien voetpaden, paden kunnen laten waar mensen kunnen lopen. Dus die discussie blijft. En het is niet een nieuwe discussie, maar een discussie van zeker 5 tot 7 jaar, denk ik. Of langer. Dank u. Dank u wel. Ik wil pas naar de audience gaan. Als er al vragen zijn, dan mag u zich nog even naar de microfoon. Houdt u in de gaten natuurlijk de regels voor deze discussie. Is er op dit moment behoefte? Ja, gaat u gaan. Prachtig heeft het opgeschreven, mijn complimenten. Ja, ik heb het naar u geluisterd.
Goedenavond, ik ben Mirjam Narendorf. Ik ben van beroep apotheker. Maar mijn vraag gaat niet over medicijnen. Ik hoop dat jullie nog niet gaan vragen over medicijnen, dat is triest. In september van 2023 is er een IDB-rapport gekomen. Dit is voornamelijk gericht aan meneer Breedveld en mevrouw Paranaas. Waarin staat dat meer dan 41% van de bevolking multidimensionaal arm is. En er is met name aangegeven dat het te maken heeft met ziektekosten, verzekering, gehandicaptenzorg, dat soort zaken. En verder, en dat vond ik een interessant ding, zijn er in 2023 120 aanvragen voor koopkrachtversterking geweest. Als een Surinaams gezin bestaat uit 5 mensen, dan wil dat zeggen dat 500.000 mensen arm zijn, dus dat of zich arm voelen, en dat 4/5 deel van onze bevolking zich arm voelt. Sorry, waarom neem ik vraag? Ik wil graag weten hoe deze data zich verhouden aan het gevoel van welzijn van Surinamers. Even kunnen kopen, kunnen leven, etc. Dank u wel voor de vraag. Ja. Oké, ga je gang. Steven heeft de microfoon. Ja, ja. Ik ben inderdaad bekend met het rapport. Begin van het jaar was toch een presentatie. Medewerker van de universiteit heeft meegeholpen aan de analyse. Dit onderzoek is gedaan post-COVID, dus dat in het land was dat de meest erge situatie. En Suriname is algemeen bekend met de economische crisis daarboven, COVID-crisis, schuldencrisis, crisis. De meting bevestigt wat we voor het jaar hebben ervaren, dat we allemaal armer zijn geworden. We moeten het goed verkopen. We proberen juist ook aan te geven van de toegang is minder geworden, mensen hebben minder besteedbaar inkomen. Minder salaris, hoge uitgaven, als gevolg van verschillende nationale omstandigheden, maar er is een uitweg. Dit onderzoek multidimensionaal, focust namelijk niet alleen maar op monetair, maar het focust ook op toegang tot voedsel. Weten mensen wat gezond voedsel is? Kunnen mensen voor zichzelf tot gezond voedsel komen? Ik denk dat we als Suriname, als land waarbij we aan iedereen in de wereld vertellen hoe vruchtbaar ons land is, dat we zelf ter harte moeten nemen wat planten we zelf. Zoals we zeggen van ons is er geen excuus dat we niet planten. Dat doet van mij ook het planten. Maar zoals we van ons is er geen excuus om te planten. Maar wat moet je planten? Ik denk dat een veel meer actieve rol van de overheid in dit geval, ministerie van Landbouw, LCV, beginnen bij scholen om je eigen moestuin daar te hebben. Maar misschien ook in schoolverband, zodat schoolkinderen betere voeding krijgen. Dat zorgt voor jonge, gezonde Surinamers, die weer voorlichten geven naar hun ouderen van papa en mama. Laat die me dan vandaag iets uit onze eigen moestuin eten. Dus dan zorg je als samenleving die bottom-up approach. Zorg je als samenleving voor verbetering en voor sterkere bouwstenen. Maar ik ben bekend, we weten dat ons land krabbelt uit de economische malaise. En misschien als we volgend jaar een meter maken dat het percentage meer acceptabel is. We moeten gewoon meenemen dat dit is gemaakt, dat dit onderzoek is gedaan. Op het moment dat ons land krijgt in een behoorlijk diep dal zat. Dank u wel. Paranaas? Een kleine aanvulling inderdaad, het is een perceptie. Het is dus hoe mensen het ervaren, hoe zij de situatie, de economische situatie ervaren. Dat blijft natuurlijk ook bij de verschillende aanvragen die er zijn gegaan. Voor onder andere koopkrachtversterking, maar ook financiële bijstand. En voor gewone huishoudens en voor mensen met een beperking. Je ziet dus daar dat er ook veel meer aanvragen zijn gekomen in de afgelopen twee tot drie jaar. Dus er is ergens een perceptie van ik heb behoefte aan iets en die behoefte moet vervuld worden en ik heb geld nodig om die behoefte te vervullen. Dat heeft te maken met de perceptie die de mensen inderdaad hebben gezegd. Het is het gevoel dat het bij mensen is. En ook het feit dat ze dus inderdaad op zoek gaan naar hun mens, dus wat hebben ze beschikbaar om in die behoefte te voorzien.
En dat doen we onder andere over verschillende deelnamen en aanvragen voor de sociale voorzieningen die onder andere het ministerie van Sociale Zaken uitvoert. Dank u wel. Volgende vraag stellen. Mevrouw Simons. Ik zal me eerst zeggen dat de invaders gewaardeerd zijn, maar dokter Eersel heeft de spijker op de kop geslagen natuurlijk. Het is een brede discussie en het is goed dat het is gehouden, omdat ik denk dat het dringend nodig is dat er aandacht gevraagd wordt voor public health. Want zonder goede public health is tweede met de kraan open. Je zou kunnen zeggen dat het een investering is. Met een geweldige return on investment van mensen die aan te sparen van leden. Maar ik heb een korte vraag. Ik zoek naar doodsoorzaken. Zijn die gepubliceerd? Doodsoorzaken, de ziekte, ja, dus mortaliteit, morbiditeit. Zijn die documenten er? Want vanavond gaan we natuurlijk niet uit alles komen. We bestuderen die dingen. En ik vind ze niet, maar misschien heb ik die goed verdiend. Is echt belangrijk voor ons en dat is mijn. Dank u wel. Ja, dat is een hele symbolische ding wat hier achter mij is gebeurd. Want ik krijg een klap voor mijn kop. Want voor zover ik weet zijn de laatste doodsoorzaken geanalyseerd in 2012-2013. Ik heb geen recente publicaties gezien. Ik heb BOV gevraagd en natuurlijk is het vreemd als we dus. We moeten evalueren, monitoren, dat we dus op data van 10 jaar geleden gaan monitoren. Je moet eigenlijk bij doodsoorzaken, mag je wel 2 jaar achter zijn. En je mag met 2-jaarlijke gemiddelde werken. Maar je moet eigenlijk die zaken bijhouden. Ik heb het dus gehad over het bijhouden van de verworvenheden. Laten we dat nog een keer herhalen. En eigenlijk is het zo dat niemand daarop mag beknibbelen. Wat is dit dat BOV ontstaat? Is het bekend? Is niet in het nieuws toch? Maar BOV is in actie. Waarom niet? Waarom is het niet bekend? Omdat we het niet belangrijk vinden als AZ een half uur staat, is er direct een oplossing. Maar BOV staat al weken, heb ik gehoord. En ze zijn heel beperkt open van 8 tot 9. Ja? Daar zijn de programma's. Die moeten zorgen voor de doodsoorzaakanalyse, voor de surveillance, voor de vaccinatieketen, toch? Voor het centraal lab, al die zaken. Alles BOV, op sterven, snel dood, laat dat kleine vlammetje nog branden. Toch? En ik vind het ook jammer dat de minister van Financiën hier niet zit. Ik heb vaak ook battles gehad met voormalige ministers van Financiën. Zelfs de zondag moet altijd bettelen om zijn geld te krijgen. De huidige directeur wil wat zeggen over de doodsoorzaken. Ja. Dus ik heb de rest een klap op mijn kop gehad. Dank u wel. En dank u, maar inderdaad is er een achterstand in het invoeren. En uiteraard, BOP is ook verzwakt. Daarom hebben wij gemeen om het surveillance-systeem te versterken, ons epidemiologie-afdeling te versterken. We hebben daarvoor ook de pandemic fund om dat te doen. Behalve equipment ook te versterken via deskundigen en deskundigheid. Trainingen via alle mogelijke internationale organisaties. CDC staat, de CDC staat klaar, PAVO staat klaar en de CIS van Brazilië staat klaar. Dat is de grootste public health organisatie ter wereld. Wat betreft doodsoorzaken, door de digitalisatie, zien we de voordelen van digitalisatie, willen we zo snel mogelijk, als het kan van het jaar nog, live de CV-formulieren ingevuld krijgen, waardoor direct die informatie beschikbaar is. Ja, dat zijn goede plannen en ik heb mijn complimenten, maar ondertussen zitten we daar met een achterstand van 10 jaar. En hoe ga je dat vak opvullen? Want die formulier is dat ergens. Of zijn ze verbrand bij de grote brand? Ik weet niet. Wil nog iemand van het panel antwoorden? Anders Ruben. Goedenavond, ik heb de faculteit. Ik heb Martelies gezegd altijd, ik zeg heel vaak.
geïnvesteerd in de gezondheid van kinderen. Dan wordt kinderen gezond, dan worden ze gezonde volwassenen, dan worden ze gezonde ouderen. Soms vraag ik me af als in de meeste landen van de wereld, ministeries van volksgezondheid, niet de ministeries van ziekte. Is het ziekenzorg of is het gezondheid? Want het woord gezondheidszorg betekent dat je vooral deelt met gezonden, dus je voorkomt primaire preventie, secundaire preventie. Voor eerst inhaken van de vraagstelling. Hans is genoemd responsibility en accountability. Responsibility hebben wij allemaal als werkers. Maar de eindverantwoordelijkheid, en dat eindverantwoordelijkheid, is bij de autoriteiten die de eindverantwoordelijkheid hebben. Die accountability. Mijn vraag is: in hoeverre wordt de Surinaamse samenleving, op welke manier dan ook, maar op de kleuterschool bewust gemaakt van hun responsibility. Ga mooi zitten, ga mooi staan. Je moet het voor tien hebben. Ga een handje geven. Wees een schaar. Ga naar de kerk. Bid. Hoeveel aandacht wordt besteed? Ons kleine handje. Je moet een integraal onderdeel van opvoeding. Een integraal onderdeel van onderwijs. De verantwoordelijkheid over gezondheid. En dat van je handen. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Dank u wel. Kan wie van het panel zou daarop in willen gaan? Als ik het goed heb gevolgd, als ik dus de programma's van de kinderen volg, heeft het ministerie van Onderwijs volgens mij wel thema's. Op school. En dan hebben ze dus een van de thema's is inderdaad gezondheid, waarbij de kinderen leren handen wassen, gezond eten. Dus dat soort dingen zijn dus wel ingebouwd in het programma. Maar hoe ver dat doorloopt, dat is op de lagere school in het nieuwe leerproces, maar of dat verder gaat, dus daar weet ik eigenlijk voor te leren van. Maar het is een stap, omdat er misschien een bedoeling is dat dat natuurlijk zo verder gaat. Dus ik kan het aanvullen, als er mensen trouwens zijn, een paar oude mensen in de zaal toch, dat was ik. Dat was het Basic Life Skills programma. Zie ze geen knop, ik hoef hier mensen kunnen kijken. Dat was bij het ministerie van Onderwijs ontwikkeld samen met UNICEF, PAHO, Volksgezondheid. Om schoolkinderen basis skills bij te brengen, hoe te leven zoals Ruben zegt. Hygiëne, stress, management, allerlei dingen. Gezonde leefstijl. En dat programma is toen, ik denk bij een regeringswisseling, is lang geleden, de minister Voet is hier aangesproken. Is lang geleden. Dus dat ik heb het over continuïteit van beleid. En je sparen achter zaken waar je als samenleving niet eens bent. Die dingen mogen niet stoppen. Er zijn gebouwtjes neergezet, later werden ze verzonken. Gebouwtjes om voorlichting te geven in de districten. Het is werkelijk treurig dat er van die investeringen terecht is gekomen. Ja, de aanvulling. Er is vorig jaar zijn er wat gesprekken geweest tussen onderwijs en volksgezondheid om healthy lifestyle education weer te evalueren om te kijken. Maar daar is het, ja, daar is het vorm van basic life skills. Dus, maar er zijn nog wel stappen die ondernomen geworden. Met betrekking tot die doodsoorzaken, wat ik begrepen had, is dat de data van 2012, 2015 wel is ingevoerd, maar de analyse is nog kort. Dat is wat ik in mijn hart, dat ik de grote lijnen weet, maar niet dat het gepubliceerd is van dit. Meneer de Koning was coördineerd in dat proces. Gaat u van? Goedenavond, mijn naam is Linda Rozenblad van Bas. En ik ben de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: hoe kritiek is die staat waarin public health sector zich bevindt? Moeten we ons vanavond, wanneer we gaan slapen, zorgen maken? Moeten we heel ongerust zijn? Ik wil graag weten: hoe kritiek is die staat waarin de public health sector zich bevindt? Is er data beschikbaar over het percentage enzovoort enzovoort? De tweede vraag is in het verlengde wat er al gezegd is over BOV. BOV is een belangrijk public health instituut. En als ik vanavond hoor dat het op sterven na dood is,
dan maak ik me wel erg veel zorgen, ja. Want ik zit me af te vragen, wat de beleid van de zijn. Er was vroeger een epidemiologisch bulletin, waar je alle informatie kon zien over ondervoede kinderen, over de doodsoorzaak, etc. Wanneer gaan we weer de draad oppakken? Maar persoonlijk vind ik hoor dat we veel vragen, we weten precies waar de dingen verkeerd gaan, wat mis is. Maar waarom doen we niets? Dank u wel. Dank u wel. Er zijn twee vragen. Ik heb de uitzondering gemaakt om een tweede vraag te laten stellen, omdat u zo vlot heeft gesproken. Dank u. Ja, dus hoe kritiek is de public health situatie? Dat is in een rapport verschenen van, ik dacht 20, als het president van 22, Essential Public Health Functions. Het is uitgevoerd door een consultantbureau. En er zijn een aantal Essential Public Health Functions. Meneer Brohimo, veel zijn er, 17 of zo. 11. En op die enkele is Suriname voldoende gescoord. Op alle functies waren we op 50% of minder. Dus dat was al een rode vlag voor de Public Health Associatie sinds 2022 om de klok te luiden. En als je dus nu ziet dat die paar functies die een beetje functioneren, die door het DOG gecoördineerd worden, als er 8 tot 9 gedaan worden, bijvoorbeeld dat de vaccinatiedekking in gevaar komt. Trouwens, UNICEF heeft vorig jaar een, ik kan niet op mijn iPad lezen, dus ik heb het geprint, ik heb overwerkt, maar dat de vaccinatiedekking dus in sommige regio's van Suriname laag zijn, zo laag, dat je eigenlijk niet meer kan spreken van een, wat men noemt een herd immunity, een groepsimmuniteit. Want die groepsimmuniteit krijg je als je 85% of meer van die lokale bevolking of die kinderen hebt gevaccineerd. Door gebrek aan financiering voor die organisaties zoals FVD en Medische Zending om die outreach te doen. Ja, dan moet je bang worden. En dan moet je niet verbaasd zijn als je ergens, God forbid, een epidemie van polio krijgt, of kinkhoes, of dysterie, of God forbid, gele koorts waar we al lang vanaf zijn. Dus we moeten zich echt zorgen maken, over de staat van de public health. Niet voor nu alleen, maar voor de komende 30 jaar. Ik ben iemand, ik plan niet voor nu. Waar willen we zijn over de komende 30 jaar? En we zijn op een punt dat er geen discussie meer is over basic life skills op school. Geen discussie over de vaccinatiegraad, er wordt voor betaald. Trouwens, dat wordt subsidie dat wordt gebezigd van medische zendingen en FVD geld te geven voor hun dienst, is een foute term. Ze worden betaald voor diensten. Ze dragen bij aan de human healthy capital door te gaan vaccineren. Ja, dus dat wordt subsidie. De volgende regering moet dat ding weghalen uit de begroting. Hè. Er moet gewoon staan betaling voor diensten, want anders lijkt het alsof ze een snoepje geven. Terwijl ze hard werken ervoor. Dank u wel. Nog andere paneleden die willen reageren? Niet? Oké, dan hier gevraagd door mevrouw Tisserzij. Die mevrouw staat daar. Mag ik even de gelegenheid geven aan die mevrouw? Gaat u gaan. Ja, ik ben Karin. Ik hou me bezig met de Surinaamse Albanian Rescue and Education. Als we het hebben over preventie, we hebben het over geld. Dan snap ik niet dat in Suriname de awari, een van de belangrijkste dieren die we kunnen hebben in preventie, het kost ons niks. Maar we hebben totaal verkeerd beeld van de awari, die het belangrijkste is in onze urban samenleving, die preventief helpt bij ongedierte. Maar het dier wel staat als ongedierte. Wat niet kan. Het is juist een heel belangrijk dier voor onze omgeving, en zeker in de urban gemeenschappen. Dus ik snap niet, als we het hebben over voorlichting, waarom niet bij de basis beginnen, bij de natuur. En dat is waarom ik onder andere heel veel voorlichting geef op scholen over de awari. Omdat het, ik ben heel snel in het kort, het is een dier dat bovenaan ons ecosysteem staat. Omdat door zijn grootte en als alles even om aanscheten,
hier is die het meest helpt bij het opruimen van onze omgeving, van de natuur en de omgeving. Daarom is het zo belangrijk. Maar wat we hebben zoveel beeld. Zou ik een naamveranderende vraag stellen? Mijn vraag is: hoe kan het dat zo'n belangrijk dier in Suriname nog bekend staat als ongedierte? Wat niet kan en wat. Panel, gaat u van. Bedankt voor deze waardevolle toevoeging. En dit eigenlijk brengt aan het licht dat public health, dus zijn. Ook voor de toekomst, wij moeten al door wat verder evolueren. Ik heb het gehad over global warming, ik heb het gehad over misinformation. En zo moet je het ook hebben over One Health, noemt men dat. Dat de mens meer in evenwicht met de natuur moet leven. En die term ongedierte is inderdaad een ongepaste term. Want alle dieren zijn schepselen. En dus, maar ik kan hier vanavond geen antwoord geven. Maar misschien moet u aan mevrouw Simons en meneer Ramadini vragen om het op te nemen in een agenda. Ja. Ja, directeur Vincent Francis. Ja, goedenavond. Ik wil me graag richten op datgene waarmee de medische directeur van het academische ziekenhuis is begonnen. Public health heeft veel te maken met het gezond levensstijl, gezond voeding, beweging. Maar in hoeverre zijn eigenlijk de verantwoordelijke instellingen bezig het gezonde levensstijl of de gezonde voeding te promoten binnen hun organisatie? Ik zeg altijd eerst naar jezelf. Alle gezondheidszorginstellingen, ook het Sint-Vincentisch ziekenhuis. In hoeverre proberen we daar een gezonde levensstijl in te voeren en natuurlijk ook gezonde voeding? Simpel, rond het academisch ziekenhuis zijn er allemaal kantines geopend waar je nergens ook gezonde voeding kan vinden. Ik heb het geprobeerd, ik dacht in het ziekenhuis probeer ik een kantine te openen waar je in feite gezonde voeding kan hebben. En ik heb er een enquête uitgevoerd. En het totaal personeel heeft gekozen voor gewone kantine waar de band en nasi wordt verkocht. Toch kwam het andere Thomas heel duur uit. Dus in hoeverre hebben wij zelf als verantwoordelijke instellingen, ook volksgezondheid, financiën, de instellingen van de overheid, in hoeverre wordt er daar al gewerkt aan gezonde voeding of wordt men zelf verplicht gesteld om dat te promoten binnen je eigen ministerie? Als je dit wil gaan implementeren naar het volk toe, moet je zelf eens beginnen. Als instantie, als overheid, als gezondheidsinstelling, om dat te promoten binnen je organisatie. Ja. Meneer Van Vendre, het is een heel terechte opmerking. Ja, het is een heel terechte opmerking. Ik weet dat wij, toen wij dus onze kantine hebben verhuisd, voor we de kantine verhuisd en toen we zijn van luisteren. Iets meer? Oké. Beter? Ja. De kantine die wij dus zouden verhuren was een nieuwe locatie. En wij hebben toen een openbare aanbesteding gehouden. En we hebben aan de mensen gezegd, we hebben niet gezegd, want we weten dat mensen eigenlijk ook wel eens een beetje anders aan willen eten. Maar we hebben ze dus wel aangegeven dat ze dus wel een gezonde optie zouden moeten hebben. Dus binnen je menu kan je dus niet alleen bamie en nasi verkopen, je moet een aantal gezonde opties hebben. Dus dat is wat wij hebben gedaan. Ik heb nu een personeelarts die heel erg let op het gewicht en de dingen van de mensen. Dus er is een programma nu waarbij we gewoon s'morgens vroeg om 7 uur de trappen op en af gaan. Het zijn 5 etages hoog. En in het begin dan zijn mensen op de 3e etage zijn helemaal kapot. Maar er zijn mensen, geloof me, die 10 keer die trap op en af kunnen zonder problemen. Dus het zijn kleine stapjes die je kan doen inderdaad om gezondheid te promoten. Het is heel moeilijk hoor, als ik s'morgens bij de lift sta met de tassen, dan zie je andere mensen gewoon, weet je wel, ik loop de trap op aan mijn gang, ik zeg kom, we gaan samen lopen. Toch, dus op die manier probeer je wel mensen te krijgen om inderdaad gezamenlijk die stap te maken om het gezonder te doen. Maar het is niet makkelijk hoor, want... Hans, wil je erop reageren nog? Dus op de opmerking die gemaakt wordt, en hier was weer nodig de minister van Financiën. De smaak van de mensen wordt niet vandaag of morgen veranderd.
En het heeft ook te maken met invoerrechten, met wat we importeren, wat we produceren. Dat is allemaal gezien. En de zorg, dat wordt iedere keer gezegd. Maar het wordt wel geproduceerd en het wordt wel ingevoerd. Dus er moet wat aan gebeuren. En als jij dus als individu, als enkeling, daar bezig bent met de zaken die in overeenstemming is met de smaak van de mens, dan moet je niet wachten tot volgende week. Dus ik denk dat het ook een collectieve en een nationale effort moet zijn, moet worden. Dat moet. Assemblee zal er een punt van moeten maken. En zeker ook de minister. Ja. Mevrouw Simons wordt verontschuldigd. Gaat u gaan met uw vraagstelling. Goedenavond, mijn naam is Eze Meesalers. Ik wil geleden de mensen nog maar toch één aanvulling geven. Ik hoorde mevrouw Lindy zeggen van, we praten als we praten over verkeer, dan hebben we een serie van justitie. Maar ik mis heel echt, ik mis dat volksgezondheid echt betrokken wordt. Terwijl verkeersveiligheid een van de zaken is waar echt het ministerie van justitie van volksgezondheid aanwezig zou moeten zijn. En u moet me niet zeggen dat u af en toe ook aanzet in gesprekken met het ministerie, want dat is onvoldoende. Dat wil ik nog wel gezegd hebben. Een ander ding is het woord dat we gepraat hebben over instaan. Dat word ik in de brief aan zeggen. Maar elke keer als burgers, wanneer je als burger probeert inspraak te hebben, dan merk je dat er onvoldoende instituten zijn waar je terecht kan, wanneer je vragen hebt. Ik wil dus vragen welke instituten zijn er voor het vanuit het ministerie van Volksgezondheid en hoe dat nu die tegen, want dit probleem met instituten, waar kan ik terecht, waar ik gewoon als een volwaardige burger ook behandeld word, wanneer je zich met vragen over gezondheidskwesties. Want zo geloven van burgers dat ze inderdaad inspraak hebben en dat ze niet hebben. Dat is nog niet. Ik mag geen andere vraag stellen, maar er zijn nog honderden dingen waarvan ik zeg. Wanneer je weet dat je ergens terecht kan en dat men ook heel serieus omgaat met wat je op tafel legt, dan geloven burgers dat ze ons kunnen meedoen en ook niet hebben. En niet alleen maar wanneer je denkt van die assistidoor, maar ook van gewoon wanneer je preventief zaken hebt die je wil maken. Dank u wel. Mag ik de panel in de gelegenheid stellen om aan te geven welke mogelijkheden zijn er aan informatiebeschikking naar de gemeenschap toe? Zou een van de panelleden daarop willen reageren? Ga je gaan, Hans? Ik wil beginnen. Ja, ik wil natuurlijk de Nationale Assemblee de eerste instantie van de microfoon. De leden van de Nationale Assemblee zijn in eerste instantie verantwoordelijk om te vertalen wat leeft in die samenleving. En zij zijn het eerste aanspreekpunt. Helaas zijn we niet meer aan een serieuze ombudspersoon gekomen. En ik geloof dat het de hoogste tijd is dat er een ombudspersoon komt. Om een ombudspersoon aan wie de klachten kunnen worden gegeven en die daar ook op reageert en antwoord daarop. Want het probleem is ook, ik hoor dat ook wel, dat de ik ken de assembleeleden en ik ken nog assembleeleden die aanhoudend de zaak blijven adresseren. En dat zou moeten gebeuren. Maar ik denk dat het van groot belang is dat er dus een ombudspersoon komt en die dan ook antwoord op de vragen, omdat ik weet dat helaas ministeries als zodanig niet antwoord. Maar op het programma, even zonder stukken, blijven we met aanhoudend mensen bekendmaken met de problemen die we hebben en kijken dat er een oplossing komt. En sommige mensen zijn er creatief om als een groep. Als een organisatie, u bent, we kennen de groep die zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid. Het is een burgerinitiatief. En er zouden meer van deze burgerinitiatieven moeten komen van mensen die zeggen van, dit is een punt dat wij van groot belang achter. En hier vormen wij een organisatie om daar meer aandacht voor te vragen, niet alleen, maar ook bij de overheid. Dank u wel.
We hebben nog 10 minuten die tijd voor vragen uit de audience. Na die mevrouw, deze heer mag direct de naam. Als u dat staan, dan mag u de vraag direct stellen. Gaat u gaan. Goedenavond, ik ben een van de groep van de helften die de eerste groep van 11 jaar geleden, waarbij het kwam om helften te leiden. Ik vind het jammer dat mevrouw Simons weg is. Maar mevrouw Eers zit nog hier een andere. Kunt u iets in de microfoon spreken? Ja. Ik zeg het met Erna en een van de eerste afgestudeerden van de helftrepiepers opleiding, de bachelor of helftrepiepers. En er zitten nog een paar mensen hier, zoals mevrouw Eers, jammer dat mevrouw Simons weg is. En deze groep, met deze groep had men heel veel willen doen. Maar ik heb het gevoel dat alleen de politiek zoveel niet doorgegaan is. Mijn vraag is, de helft heb ik niet, die later ook afgestudeerd zijn. Waar kunnen we ze plaatsen via de oefening, particuliere sectoren, om net het volle mensen te zijn, zoals de vrouw van daarnet toe. En zoals meneer Hansen het sprak over die particuliere initiatieven, de initiatieven van het volk, hebben we wel als helft en kinders die initiatieven genomen. Maar het bleek zo moeilijk te zijn in dit land om echt een stem te krijgen, om hulp te krijgen. Kunt u afronden en de vraag stellen? De vraag is van de helft en de kinders, is men deze groep verdienen? Dank u wel. U mag gelijk de vraag stellen. De minister wil hierop reageren. Wat gaat u van, minister? Goedenavond, panel. Dank u voor de gelegenheid te worden. Ik kan gelijk antwoord geven om hierop te houden. We zijn senior aantreden zijn we bezig met de helft van de kinders om te kijken welke rol en bijdrage deze groep van wat met haar taboe is en welke. Dat er health educators zijn afgestudeerd in Suriname. En uiteraard in een periode van schaarste aan human resources. En wanneer we praten over versterking en informatievoorziening. En wat dan ook, zijn we met de groep van health educators in overleg geweest. We hebben de stichting bekend als de CHEP, Stichting Health Educators Suriname. Waar we nu al het plan hebben geformaliseerd. En we zijn independent. Fase van implementatie om landelijk 10 health education units neer te zetten van het district 1 is een pilot project. We hebben ook niet zoveel health educators, maar de health education units komen bij de RVD klinieken, bij de grote centra. De eerste zou in juni 2024, als het goed is, worden gelanceerd op Kerstplein. En we hebben dus een groep van 26, denk ik, health educators nu. En ik mag u ook meedelen, ik heb 2 weken terug, of 3 weken terug, brieven aan al mijn collega's gestuurd in het kabinet, omdat bij onze inventarisatie bleek dat vele van ze als ambtenaar elders werkzaam zijn. En ik heb opgeroepen en gevraagd om een formele overplaatsing van deze health educators naar het ministerie van Volksgezondheid, zodat wij de verdere inzet van deze health educators kunnen bepalen. En het plan is goed overgekomen bij de stichting. En we zijn dus in eigenlijk de pilot fase van het opzetten van health education units. Hoe gaat werken, dat zal nog komen in de informatievoorziening. Maar het komt erop neer dat mensen gewoon daar terecht kunnen binnen de RGD kliniek voor allerhande preventieve dan wel gezondheidsinformatie. Moet ook gaan kijken wat het profiel is uiteraard van de health educator en hoe ver die health educator mag met advies of andere zaken. Dus het is samen met de RGD. Is dit voor jou? Dus ik kan het voor u stellen. En als er verder behoefte is aan informatie, mag u ons altijd contacten. Dank u wel, minister. Ik stel nog 4 mensen: 1, 2, 3, 4. Goedenavond. Ik ben. Is deze, wie mag daarna? Ladies first. Ja. We leven in een gendertijd, dus we gaan de leeftijdscursus van zijn afwachten. Daar hebben vrouwen heel hard voor gevocht te vormen. Misschien moet ik nou iemand citeren, want dit is minimaal generatief. Goedenavond, mijn naam is Robert Drieën. En even iets aanvullen van wat ik eerst aan mag ik 2 vragen stellen. Nee, vraag 3, want er zijn nog 4 mensen. Ik heb het 4 dat ik
nog 5 minuten heb, 4 minuten intussen. Ja, als u van ons een eventueel publiek heeft, dan hebben we in 2004 ongeveer op een vierde sport uit 10, in 2008 een 5,5 en een paar jaar terug een 2,5. De vraag is hoe zijn we zo teruggevallen terwijl we toch ongeveer evenveel geld hebben uitgegeven in die zorg. Weliswaar relatief te weinig aan publiek helpt, maar wat is dat iets dat toch niet terugval heeft gebracht, ondanks het feit dat we evenveel geld hebben uitgegeven? Ik wil graag ook een vraag stellen ten aanzien van de ring. Dat is wat was de ene. Ik ben binnen mijn manier. Wat zeg je? Ik ben nog binnen mijn manier. Maar dat is 1 minuut of 1 vraag. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen de gelegenheid stellen en er zijn nog 3 wachten na u. Goed. Vraag ik wel eens. Ons beleid in relatie tot Caricom, we have went en Pavo, de invloed die zij hebben op het beleid dat wij moeten uitvoeren, want we hadden daar ook afspraken. Dank u wel. Gaat u gaan. Dank u wel. Mijn complimenten. Het is een heel geweldig initiatief. Mijn naam is Noordhoek Lop Burleson en ik ben de vereniging. Ik ben voorzitter van de vereniging van Social Workers van Suriname. Ik probeer vanuit de sociale determinanten mijn vragen te stellen. Ervaring leert dat heel veel mensen in een bepaalde staat zijn van survival. Ik hoor mooie dingen op public health, letten op bepaalde je voeding en dergelijke. Wat is de bijdrage van de public health deskundige? Om mensen uit die overleving, natuurlijk haal je ze niet uit die overleving, maar wat ga je doen om ze te motiveren om inderdaad te komen om healthy lifestyle op na te houden. Ik hoorde een van de panelleden zeggen planten, de meeste mensen hebben dubbele schichten. En planten kost ook heel veel. Het is een geweldig initiatief, maar ik denk dat je eerst moet beginnen met die motivatie om mensen te brengen van punt A naar B. En continueren van mijn vraag, hoe kunnen wij als groep van deskundigen werken aan continuïteit van het beleid? Want ik merk dat heel veel mooie programma's zijn gestart, maar op een of andere manier bestaat het er niet meer. Dank u wel. Gaat u van? Goedenavond, mijn naam is Freddy van Haarlo, optimistische oudergroes, aardemedicus in de oorzorg. Wat ik ook voor kleine vrienden moet vragen is, hoe komt het dat paramedische vergoeding zo erg beperkt is? Maar dat hoort op de naam. Sorry, het is niet zo erg gevallen. Hoe komt het dat? De paramedische vergoeding zo beperkt is, maar dat valt op vooral om de pretentie. Dat ik het niet alleen over onwonende slechtziendheid, vooral bij kinderen, voor ook al is het bij kinderen, maar ook over de kinderen, dat die zo wat me nu ook opvalt, is de mentale zorg. Want ik zie heel veel artikelen over zelfmoord bij jongeren. Dus hoe komt het dat de vergoeding van paramedici zo beperkt is? Ja, gaat u van? Graag iets duidelijk in de mic praten. Alles door mijn hoofd, het heel veel gezegd vandaag. Ik ben heel blij dat educatie in de mond genomen is door verschillende mensen en het deels stressen. Dat we niet alleen focussen op kleine kinderen, op kinderen, op scholen, maar dat we breder gaan. En dat deze lifestyle-programma van een wat groter vrienden worden vervolgd is, dat dit is er, gaat dat in uitvoeren. Educate your people of verschillende reports. En dat is heel nieuwendig. Ik denk dat ik vanavond bij de hele woord potentie kan worden. Misschien heb ik een hoop weggedoken. Maar ik denk dat public health niet alleen is werken aan de mensen die al ziek zijn, maar voor het grootste gedeelte profess. En education is heel lastig. En ook denk ik, als we vandaag op de deur niet uitgaan, denk ik dat we met z'n allen moeten weten hoe we gaan werken aan een meerjaar preventieprogramma. Er zullen blijven onze dingen te zijn, maar ik denk dat we ons straks aan dit, dan gaan we dit doen. Want ik heb vanavond wel gehoord dat we moeten goed dat allemaal geweest zijn en hoe ze bepaald hebben, de behoefte aan data. Als wetenschapper weet ik hoe moeilijk het is om
We hebben niet aan het zien dat we het verzamelen en onze slechtste karakterkrijg is daar van dieren. Dus ik hoop dat die daar gaat verloren. Dus laten we gewoon op basis van het pragmatische nu gaan nadenken hoe gaan we aan de competentie werken. Ik wil geen voorbeelden. En afgerond, alsjeblieft. Als laatste heb ik tijdens de voorbeeld om de laatste focus te gebruiken. Ik neem als voorbeeld eigenlijk de sluiting van de one-stop-shop. Die heeft gedurende heel veel jaren bijgedragen aan bijvoorbeeld preventie van complicaties van diabetes, diabetes met de patiënten. Als je nu aan de verschillende ziekenhuizen vraagt, wat is de status van amputatie, zijn we nu wat toe. En we staan er niet best op, maar het was het nou heel veel, niet alleen het ministerie van Volksgezondheid, maar het was ook heel veel. Omdat elk probleem dat optreedt, direct in het ministerie. Dankjewel. Ik wil even een missie goed maken omdat dokter Van Heer had gevraagd om een spreekbeurt. Dus ik wil hem afstand in de gelegenheid stellen. Ja, goedenavond. Was een spreekbeurt. Ik zal ook een vraag stellen. Het is duidelijk, onderwijs gaat hand in hand met public health. Vraag: heeft de ontwikkeling, het ontwikkelingsniveau van de bevolking invloed op de gezondheid op public health, het niveau van public health in het land? En dan gaan we direct naar de uitvoering. Wat gaan we daar aan doen? Ik heb data gehad dat de gemiddelde ontwikkeling van Surinaamse bevolking hier de klas bij de klas voor de school is. Is dat, ik denk het wel, maar is dat een reden van de neergang van de public health en wat zouden we daaraan kunnen doen? Gaan we eerst ons onderwijs versterken om dat ontwikkelingsniveau naar boven te brengen en daarna verder public health functies verbeteren? Doen we het tegelijk of zeggen we nee, we gaan nog meer geld stoppen in public health? Bedankt. Dank u wel. Panel. Steven Hammer. Ja, moet ik even staan te kopen, om aan het woord, dan ik de spits afgeven. Een aantal conferenties zijn genoemd, maar belangrijker was Suriname is lid van de Verenigde Naties van het 44ste Nederland, dus heel verbonden aan de SDGs. De SDGs die voor bijvoorbeeld het gaat om gezondheidszorg, maar ook de aanvoerderschap met onderwijs en verschillende andere sectorgebieden. Algemeen, maar verder ook in de Bredouw specifiek aan. Waar je target ligt als land. Als land heb je smaakverschillen, omdat je bepaalde andere startpunten hebt. Dus we zijn gewoon verbonden aan die conventies. We moeten plannen richting het naleven van de SDGs. We lopen ver achter. Belangrijk voor het publiek is hier is dat, of het nu gaat om algemene mortaliteit, kindersterfte, maar ook moedersterfte. Het aantal artsen per 1000 inwoners, het aantal bedden per 1000 inwoners. Elk van de indicatoren is voor Suriname laag, maar historisch ook laag. Lager dan het dan de regio. We zijn gewoon aan conferenties, dus daar kan je de nationaal plan afleiden. Je hoeft niet op één niveau te starten, je werkt voor de samenleving, dus uiteraard. Starten met de jeugd, weet je dat het toekomst goed is, maar hoe zit het met de mensen die vandaag de dag problemen hebben? Daarover moet specifiek beleid worden ontwikkeld, die is vermoedelijk. Alleen het verleden was, maar is verwaterd. Laten we dat alvast oppakken. We zullen nu op een ander moment laten goed nagaan hoe we de moderne tijd, de overheid, die stond de pagina van het PDSR, waarbij het ministerie van Volksgezondheid de subpagina is. Laten we alvast de OV daarin inbouwen, zodat mensen hun specifieke vragen, ik vermoeden dat het al gebeurt met belastingdienst, dus zoiets bij de OV daarin bouwen, zodat mensen alvast hun vragen daar kunnen stellen. Je zou waarschijnlijk niet direct een antwoord krijgen, maar het antwoord volgt, zodat je ook de interactie krijgt als samenleving met de overheid, maar belangrijker nog niet eens het moment om te begrijpen dat we als volk de keuzes moeten maken als onze keuze is om gezondere samenleving, gezondere sterkere families. Dat zijn de grootstenen van Suriname, laten we ook daar naartoe werken.
De overheid hebben nodig, de private sector hebben ook nodig, maar het publieke momentum is nog belangrijker. En dit moet het moment zijn om het publieke momentum in de weging te krijgen en voor ogen te snel in te zetten. Dank u wel. Veel vragen stak ik dan vergeten, maar meneer Brogin, stel een vraag voor die essential public health functions, dat ze dus eigenlijk ver beneden maat zijn en hoe dat komt. Dat staat in het rapport in de conclusie en de aanbeveling. Natuurlijk speelt de financiën een rol, want al heb je evenveel geld geïnvesteerd, maar als het geld ontwaard is in 2022, dan kan je niet meer verzetten wat je deed 10 jaar geleden met diezelfde hoeveelheid. En het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Ja? Ik heb het over lange termijn dezelfde prioriteiten hebben. Het is een geweldig initiatief van het ministerie dat ze dus die health educators kan inzetten bij de FVD-polis. Maar als we kijken wat met de basic life skills is gebeurd, dan vraag je in vermoeden af hoe lang is de levensduur van zo'n project. Het moet eigenlijk een commitment zijn voor de komende 20 tot 30 jaar. Wil je van die investment in healthy people gaan genieten? Dus als land moeten wij nu lange termijn planningen maken voor de public health. En niet een eendag vliegen waarvan je weet dat het met de volgende windhoes verdwenen is. De samenleving moet weten, hier staan we voor, de komende 20 tot 30 jaar gaat dit programma zeker doorgaan. En dan hebben we echt wel beter succes hoor. Wij moeten niet meer terug gaan. Dat zijn rapporten. Ze verdwijnen in de la. Ik wil geen rapporten meer schrijven, minister. Niet meer zien. Want over alles is eraan geschreven en een oplossing aangedragen. Zoveel mensen klikken in de zaal. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ik moet onderschrijven wat Martin Lise zegt. Continuïteit van beleid is belangrijk. En dat is dus continuïteit van beleid, denk ik, of we zijn alleen bereiken als we er met z'n allen achter staan. Als we met z'n allen zeggen van dit is wat we willen en dit is wat we willen bereiken. Er zijn zoveel vragen gesteld hoor. Mevrouw Halo vroeg waarom de vervoering van paramedische laag is, ik weet het niet. Ik ben het er eens dat als je zou willen gaan naar hervorming van het zorgstelsel, dat je zou moeten kijken naar de preventieve functies, om dat als eerste misschien wat beter naar voren te trekken, omdat inderdaad dat helpt om mensen gezond te houden. Als we zeggen bijvoorbeeld van we willen dat diabetes gezond zijn, betekent dat ze begeleiding nodig hebben, dan moet je wel betalen voor een consult bij een diëtiste of bij een fysio. Dat zijn dingen waarvan ik zeg, dat is absoluut het eerste wat je zou moeten doen om die vergoeding voor de mensen met name bereikbaar te maken. Maar goed, dat zijn we op de individuele gezondheidszorg, wat het doel was voor vanavond. De one-stop shop, daar ben ik mee eens dat dat inderdaad een goed initiatief is, omdat ook wij zien inderdaad dat het aantal mensen dat amputaties ondergaat toeneemt. Dus een heel zorgelijke ontwikkeling. Wat ik zou voorstellen is dat we meerdere one-stop shops zouden moeten hebben en dat we zeggen dat we meerdere mensen zouden moeten trainen. Misschien ook wel bij een health educator, dat we vanuit de team van health educators de mensen zouden kunnen trainen om anderen te begeleiden. Wat is er nog meer gezegd? Educatie helemaal eens onderdeel van de public health. Je moet mensen een bepaald niveau van kennisniveau geven, want anders begrijpen ze niet wat ze aan het doen zijn. Maar soms moet je mensen gewoon zeggen wat moet je doen. Onafhankelijk van of ze het nou begrijpen en niet gewoon zeggen dit is wat je moet doen. Houd daar niet Ik dacht de opmerking gemaakt door dokter Van Meer met betrekking tot het ontwikkeling van school, onderwijs. Ja, hallo? Ja. Oké, sorry. De opmerking die gemaakt werd door dokter Van Meer, toen ik onderstaat, het is de uitspraak gedaan ooit door minister Levens over de 40% op een 4e-klasse niveau, denkniveau, hebben we in dit land. En mede vanwege wat gebeurde toen met COVID, mensen die verdwenen zijn, en dat zij op zoek was naar die studenten. Heel belangrijke opmerking. En ik denk dat dit wordt vaak geciteerd, wat er mee gedaan is. En wat het onderzoek, wat de gevolgen daarvan zijn.
want dat weet ik niet. Maar ik denk dat we daar wel op alle niveaus gevolgen van zullen hebben. Ja? Dus ik wil dit stipuleren. En laten we, en als het zo is, dat het ontwikkelingsniveau wat lager is, zullen we dan bij de informatieverstrekking daar ook rekening mee moeten houden. Ik weet dat in de loop van het verleden, gaan we terug naar de boekjes van de biologie, over alle soorten volksziektes die er waren. En er kwamen boekjes vooral met tekeningen, waarbij er niet veel gelezen hoefde te worden, maar meer plaatjes en tekeningen waren. En dat kunnen mensen zien, dat moet je zelf je toch moeten inspelen in de situatie die er zijn. En Marceline zegt, ja, die rapporten, misschien moet je geen nieuwe rapporten schrijven, maar die zijn moeten we wel actualiseren. Ja? Oké, prima, dan zijn we er. Ik heb het slot inderdaad, meneer Van Eer. We kunnen niet wachten met het aspect van educatie, omdat het een belangrijk determinant is voor hoe mensen dat ontvangen. Dus je gaat het tegelijk moeten doen. Het behoort zeker van de top 3, maar het is van de educatie en sociale gesprek. Dank u wel. Ik heb nog een vraag voor het panel. En die vraag omdat ik het eerder niet gehoord heb. Social media. En ik wil social media noemen in twee contexten. Eén, het gebruik van social media om informatie naar die samenleving te delen. Met name het jongere segment, als het gaat om educatie op het gebied van gezondheid en een gezond lichaam en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hoe jullie aankijken tegen het gebruik maken van social media voor het dissemineren van informatie. En een ander element van social media in relatie tot mental health, met name bij jongeren. Kunnen jullie daar een reactie op geven? Ja, social media hebben we de afgelopen jaren gezien, dus we zijn heel sterk instrument. Maar je krijgt dus een schala van informatie vanuit verschillende bronnen, dus dat maakt het in principe ook heel moeilijk om te beheersen. Ik denk dat je ergens toch in je samenleving een strategie moet hebben van hoe zorg je ervoor dat je nou de juiste informatie. Ik heb niet het beter antwoord erop hoor, maar ik denk dat ergens je moet toch ergens als overheid of als land kunnen inzien van welke strategie pas je dan doet. Omdat ook moeilijk op social media voorkomt dat bij invloed heeft op mental health. Informatie en kijk genoeg staat men ervan uit dat informatie op social media automatisch de juiste informatie is. Al geven bijvoorbeeld autoriteiten andere informatie. Dus je zou ergens wel een strategie moeten uitzetten. Dat zou ik zeggen, maar niet dat ik zo direct weet wat je antwoord zou moeten zeggen. Oké, ja, wij zijn niet de enige die struggelen met die misinformatie die op social media zich razendsnel verspreidt. Maar dat is door het COVID-virus is het dus nog erger geworden. En wij zijn niet de enige die nadenken erover. Er is recent een paper verschenen in Amerika. En eigenlijk, ik ga voor jullie lezen. Wat moet je doen met die social media? Apply market and mass communication tactics to identify distinct audience segments. Dus dan moet je richten, net zoals die grote maatschappijen, wat segmenten in die samenleving en je boodschap aanpassen. Identify message streams that are positive and show benefits. Identify super spreaders of misinformation. En daar kan je dus academia mee gebruiken en allerlei IT-bedrijven die kunnen weten waar is die bron van die misinformatie. En enlist trusted community members to address misinformation. Dat is een bottom-up approach. En dat noemt men public health 4.0. Yeah? Dus public health moet gaan evolueren om de uitdagingen van de huidige moderne samenleving aan te kunnen gaan. Ja, er is inderdaad al gezien dat de verspreiding en het gebruik van internet, mobiele telefonie, erg goed is in Suriname. We zijn toen al gezien bijna top in de regio Latijns-Amerika, Caribisch gebied. Voor Suriname staan we niet best wel.
maar het is recent uitgekomen. Dat betekent dat als we het weten, moeten we het gebruiken. We weten dat alles wat via het internet gaat, erg makkelijker onderhevig is aan valsheid. Of het nu data is die gemanipuleerd wordt, foto's die gemanipuleerd worden. Daarvoor zijn ze net aandachtspunten gehouden. Maar nu we weten dat met name onze jongeren bepaalde vormen van digitale kanalen in de tot zich nemen, TikTok is eentje ervan, kan je voorlichting doen, maar dan specifiek afgestemd. Zodanig dat je ook goed bewaakt dat je eigen informatie niet desinformatie wordt. Ik denk dat dit een taak is voor de IT-mensen die de overheid ondersteunen. De overheid heeft een werkgroep op het gebied van gov.sl. Maar als we dit zijn de feiten, laten we deze feiten laten werken. Voor Suriname en de safe plek, de safeguards. Dan bouwen we voor als het misgaat. We zijn in een ander type samenleving dan 10, 20 jaar geleden. Misschien een bepaalde type van bulletins in hardcopy. Voor bepaalde doelgroepen gaan werken, voor anderen niet laten adopteren. Wat in de samenleving van vandaag wel werkt voor Suriname. Dus er is werk om te doen. En het internet is een bron om het makkelijker op een massa, met een bepaalde snelheid te laten werken. Ik vind het een hele interessante insteek voor social media. Je weet er bijna alles van tijdens COVID. Ander aspect wat misschien hier niet genoemd is, COVID-19 zelf. En misschien gaat die discussie te lang worden als we gaan praten over ziektekostenverzekering. Want daar hebben we niet gekeken naar de insteek van premium kosten op de public health. Maar het kan ook niet anders dat als we goede dingen doen, dat ik hier gewoon even een klein experiment, is heel kort, en als u wil meedoen, doet u mee, anders niet. We weten dat social media Suriname ook geclassificeerd als een van de landen met het hoogste percentage aan Facebook gebruikers. Ik wil gewoon een vraag stellen, heel veel mensen hebben hier een Facebook account. U mag uw vinger opsteken. Dat is een vraag. Oké. En de tweede vraag die ik wil stellen is, hoeveel personen kennen de Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid en hoeveel liken die ook? Oké, dus minder dan het aantal. Dus we hebben 19.000 volgers op die pagina. En de volgende vraag, hoeveel van u kennen de producties van het ministerie van Volksgezondheid van de afgelopen 3 jaren in samenwerking met UNICEF? Vooral gericht op voeding, op kinderen, in diverse talen, zeker 7-8 talen, die dan maanden van 8-3 te zien, maar ook beschikbaar op YouTube, op Facebook. Ook deze producties van het programma, VG, NCR, er zijn diverse talen. Wat ik wil illustreren hiermee is dat er initiatieven van de noemen worden. En daarom ben ik hier ook een meester, dus kom ik in een aantal van jullie. Nou, als we social media identificeren als een anonimiteit van communicatiekanaal waar we impact hebben, of waar we impact kan hebben met de boodschap, dan denk ik dat we focussen kan doen op hoe kunnen we de samenleving modificeren om positieve zaken van Facebook over te nemen en te volgen. Want we hebben allemaal precies wat in ons over iedereen te vinden zijn. En over aanleidingen die mensen kunnen staan, maar een heleboel zaken kunnen doen. En wat dingen gaat dan weer water, versnel water, die dingen gaan volgens mij binnen een uur, weet je, ze niet aan. Maar die mannen kunnen niet, ja, maar niet in deze mensen kennen wat vragen en van volgens mij doen. En we proberen het niet zo, maar je ziet dat er bijna geen interesse is. Dus ik geef alleen hier aan, ik herken dat ik herken volgens Facebook als een belangrijke. Nou, ze hebben een belangrijk kanaal om de samenleving te bereiken met public health inzaken. En het is ook kostenbesparend en je kan het natuurlijk ook niet doen. Dus het is maar één van de vragen. Dank u wel. Ik wil u advies geven om misschien wat influencers te betrekken om uiteindelijk het bereik van social media te verhogen. Natuurlijk is het een segment wat heel erg
in de jongeren, de ouderen gebruiken het, maar voor het pushen daarvan is denk ik, zeker naar het jonge segment, zijn influencers veel belangrijk. En ik denk dat helemaal pas binnen dat public cloud 4.0. Ik denk dat we zo zoetjes aan richting einde gaan. Ik zal nog kort even aangeven, in ieder geval vanuit mijn notities, wat, en ik zal alleen graag iets hebben gemist, maar er zijn ook rapporteurs, dus die zullen straks het rapport met u delen. Nou, er is gesproken over preventie, het woordje is niet één keer geweest. Consistentie, vasthouden, successen behouden en het onderhouden daarvan. Er is gesproken over alle verschillende impacten, onder andere global warming en social media, en is benoemd public health 4.0. En er is gesproken over een heel belangrijk punt, healthy human capital. Er is gesproken over de financiering van volksgezondheid, public health vanuit de overheid. Bekeken. We hebben gezien dat er een neerwaartse spiraal is. Daarbij er is gesproken over de sociale determinanten, er is gesproken over leiderschap, het belang daarvan en niet alleen maar in de public sector, maar uiteraard ook in de private sector. Er is gesproken over voedingsgewoonten, over het ministerie van LPC en onderwijs en de betrokkenheid van die ministeries. Er is gesproken over een stukje eigen verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheid. Er is gesproken over permanente dialoog tussen de verschillende partijen. Er is gesproken over een consensus in de samenleving. Er is gesproken over de vaccinatieprogramma's die moeten worden voortgezet. Geslachtsziekten dat niemand meer mag voorkomen. En natuurlijk de impact op het kind. Moet zijn de maatschappelijke verworvenheid dat het gaat om gezonde Surinamers. Er is gesproken over wat kan iedereen zelf doen, voor sport, gezonde voedingsgewoonten. Er is ook gesproken over wat kan de overheid doen in termen van beleid. Als het gaat om veiligheid, ik denk op voeding, op suikers, is genoemd. Er is gesproken over het opzetten van looppaden, onderwijs, en zelfvoorzienend worden in voeding, dus op educatie op lagere scholen. Er is gesproken over, is er materiaal beschikbaar, waarop sturen we? Want onderzoeken zijn dat in 2013 geëindigd en daarna is er geen specifieke data meer beschikbaar. Basic life skills in het onderwijs dat een jaar was, dat moet geheractiveerd worden. Continuïteit van beleid. Laat ik niet regeringsafhankelijk zijn als het gaat om volksgezondheid, maar het moet Surinaams afhankelijk zijn. Voorlichting is een heel belangrijk punt. Ik heb geschreven, eat your own dog, die een opmerking werd gemaakt omdat ik die term gebruikte. En dat heeft te maken met welk voorbeeld geven, er is gesproken over voeding. En ik geef aan dat we gezond moeten eten, maar je eet al gezond, dat betekent, you don't eat your own dog food. Practice what you preach, is with your awareness. Er is gesproken over import duties, dus suikers, we laten toch de dingen binnenkomen, wat is het goed, wat beleiden we beleidsmaken, dat geheel. Er is een vraag van de social workers, de ministerie daarop beantwoord. Er is gesproken over de paramedische vergoedingen, hoe daarmee zit als je wil zorgen dat ook mentale zorg ondersteund moet worden. Er is genoemd over het aantal toegenomen pogingen van zelfmoord onder jongeren. Educate your people is belangrijk geweest en de impact van een lage opgeleide bevolking op volksgezondheid, of dat geen vraagstuk is waar naar gekeken moet worden. Continuïteit van beleid is een belangrijke. One-stop-shop heractiveren is genoemd. Social media is aan de orde geweest. En ik wil afsluiten met public health moet evolueren naar 4.0. En ik zou nog één punt willen noemen, dat denk ik de rode draad is geweest in het geheel. Ja, we discussiëren, maar discussie moet leiden tot beleid en plannen en vervolgens. En als ik zeg plannen, moeten het lange termijn plannen zijn, want daar is over gesproken. En uiteindelijk actie. Ik wil in ieder geval u allen heel hartelijk danken.
bedanken, maar ik zal vragen aan Melvin Uiterlo om namens de Surinaamse Public Health Associatie de eindstatement aan u voor te houden. En daarna zal ik ook uitnodigen de voorzitter van de associatie om uiteindelijk de avond te eindigen. Maar gaat u niet weg, want op het programma staat ook nog een informeel samen zijn. Dus de mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest om hun vragen beantwoord te krijgen, dat mag ook nog altijd in het informeel gedeelte plaatsvinden. De heer Uiterlo. Ik heb de eer om aan het eind van deze paneldiscussie een korte verklaring van de Surinaamse Public Health Associatie te presenteren. In dit kernpunten voorkomen uit de paneldiscussie en de bijdrage van participanten in het zaal zijn als volgt. Public Health, met als doel de bewaking, bescherming, herstel en bevordering van de gezondheid van het volk, heeft een cruciale rol in het gezondheidssysteem. De programma's hiertoe, zoals surveillance en gebruik van data, voorbeleidsformulering en uitvoering, moeten dringend versterkt worden met waarborging van continuïteit. De volksgezondheid en het welzijn van burgers is niet afhankelijk van sociale factoren, zoals arbeid, educatie, milieu, sociale voorzieningen en de woon- en leefomstandigheden van burgers. Het is van essentieel belang dat overleveringen van welke politieke achtergrond ook een strategisch beleid implementeren en continueren, waarbij de overheidsfactoren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende sectoren met elkaar in overleg zijn en samenwerken. Gezondheid is een recht. En de staat heeft statutaire verantwoordelijkheid. Volgens de grondwet, dit heeft Hans Breedveld aangegeven, die dan sprak over responsibility, dus de bevolking, en accountability van de staat. Artikel 36 van de grondwet stelt dat iedereen heeft recht op gezondheid. 2. De staat bevordert de algemene gezondheidszorg door systematische verbetering van leef- en werkomstandigheden en geeft voorlichting ter bescherming van de gezondheid. De staat heeft dus de leiding en het waarborgen van een gezonde toekomst voor de samenleving. Hiervoor zal de staat de gezamenlijke inspanningen moeten mobiliseren van alle sectoren, van het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de vakbeweging, gemeenschapsorganisaties en families en individuen. Punt 4. Economie en gezondheid gaan samen. De gezondheidszorg in Suriname kan met aanzienlijke uitdagingen, zoals beperkte middelen en infrastructuur, die de kwaliteit van zorg ernstig beïnvloeden. Deze problemen worden verergerd door een fossiele economie, die gekenmerkt wordt door hoge schulden en inflatie. Toenemende armoede en afnemende koopkracht plaatsen kwalitatief goede gezondheidszorg steeds verder buiten het handbereik van de samenleving. Investeringen in gezondheidszorg zijn cruciaal om de volksgezondheid te verbeteren en daarmee tevens een stabiele economische groei te ondersteunen. Immers, een economie kan niet naar grote hoogte brengen met een zieke bevolking. Er zijn nieuwe gezondheidsuitdagingen die om aandacht vragen. De achteruitgang van public health in Suriname is aangetoond door een evaluatie van de essentiële public health services. We hebben gehoord hoe kritiek de situatie is, maar we kunnen bouwen op ervaring van betere tijden. Gebaseerd op deze standpunten doet de SWH de volgende oproepen. Oproep aan de aanwezigen en maatschappelijke groepen. Wij vragen aan de aanwezigen om de discussie niet binnen deze locatie van diakonishuis achter te laten, maar om actief de informatie te delen binnen uw instituten, organisaties en uw gemeenschap en anderen te betrekken in de discussie. Wend uw invloed aan om public health
hoog op de nationale agenda te brengen in belang van gezondheid van de bevolking en daarmee in belang van de nationale ontwikkeling en tijd voor brede samenwerking voor verbetering. Oproep aan beleidsmakers en overheidsautoriteiten per onmiddellijk. De verder achteruitgang van kritieke programma's voor de bewaking van de gezondheidszorg van de bevolking ter stroomterm. Hiertoe behoort zorgdragen voor informatie ten behoeve van monitoring en prioritiseren, het weer op gang brengen van het verzamelen, verwerken, analyseren en publiceren van core-health-data. Weer op gang brengen van de surveillance en monitoring van gezondheidsprogramma's. Onmiddellijk een aanvang maken met het herstel van bevolkingsprogramma's die hebben we wezen te werken. Hiertoe behoren het moeder- en kinderzorgprogramma, inclusief het vaccinatieprogramma, het HIV-programma en elk ander nog te identificeren programma. De mobilisatie en inzetten van het beschikbaar public health kader ter hand te nemen met duidelijk mandaat voor begeleiding van de operationele planning van deze punten. In de onderhandeling met financiële instituten, met name het IMF bijvoorbeeld, gezondheidszorg te beschermen tegen bezuinigingen en innovatieve manieren aan te wennen om gezondheidszorg te prioriteren in het sociaal programma. Gezondheidszorg te depolitiseren en samenwerking te faciliteren en voortdurend krachtig te ondersteunen. De voorbereidingen die reeds getroffen waren voor de Health in All Policies, strategie weer op te pakken en voor te zetten voor een strategisch beleid met intersectorale samenwerking voor een geïntegreerde aanpak. Een spoedinterventie in te zetten voor het indammen van de vlucht van gezondheidswerkers uit het buitenland door beloningen en incentives onder andere werkomstandigheden aan te passen. De voorzieningen te treffen voor institutionalisering van een ombudsman die mandaat heeft voor beantwoording van de vragen. Inspanningen te plegen ten behoeve van gezonde, geproduceerde en geïmporteerde voeding ook op lang termijn. Follow-up communicatie, commitment van SPHA. Binnen 2 weken na de discussie een gesprek aan te vragen met de gezondheidsautoriteiten ter bespreking van urgente actie. Samenwerkingsverbanden aan te gaan met tenminste 1 maatschappelijke groep buiten de gezondheidssector binnen 3 maanden na dit panel. Organiseren van follow-up panel discussie en of workshops om specifieke onderwerpen beter uit te werken alvorens actieplanning te beginnen met betrekking tot het niet aanwezig van de financiering van de zorg. Verdere communicatie en educatie van specifieke groepen ter hand te nemen, zoals genoemd tijdens de discussie dat basic life skills en andere voorlichtingprogramma dringend worden versterkt. De SPH zal deze activiteiten ondersteunen. Ik dank u. Heel hartelijk dank. Mag ik nog applaus voor meneer Uiterloo? Nou, om de avond af te sluiten, er is mij niets anders over dan de voorzitter van de Surinaamse Public Health Associatie uit te nodigen. En dat heel eerst om de avond af te sluiten. Ja, we zijn al bijna bij het eind. Het is 8:55. Maar ik wilde toch nog even opmerking maken. Er is veel gesproken over waarom is alleen maar het ministerie van Volksgezondheid misschien uitgenodigd. De SPHA heeft meerdere ministeries uitgenodigd, onder andere het ministerie van Financiën. Want we weten dat we die ook nodig is het ook, we hebben ook UN-organisaties uitgenodigd. Dus dit is pas niet alleen maar dat we de minister van Volksgezondheid en de directeur hier wilden hebben. Dat wilde ik even nog erbij vertellen. Nou, deze paneldiscussie heeft onze kracht getoond van het delen van de kennis onderling en ervaringen dwars door het maatschappelijke achtergrond, positie of expertise. En het toont tevens het belang van ons gezamenlijk buigen over het vraagstuk van de gezondheid.
Ik wil ieder bedanken voor hun aanwezigheid en actieve participatie bij deze paneldiscussie. Maar een bijzondere dank aan alle personen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding, de logistiek en het technische gedeelte. De communicatiewerkgroep van SVHA, een applaus voor hen. Studenten van de public health opleiding hier in Suriname. Zuster Seedorp, ik denk dat die aanwezig is, maar die heeft ons aardig geholpen. Mevrouw Lucretia Boepel, die was, is onze floor manager geweest. En natuurlijk het bestuur, aangevuld met SPH-leden. En de personen die het mogelijk hebben gemaakt dat deze paneldiscussie vastgelegd is, de notulist, de persoon die de audio heeft verzorgd en de fotograaf. En een speciale dank aan de directie van het diakonessenhuis die de kapel kosteloos ter beschikking heeft gesteld aan, aan SPH-A voor deze paneldiscussie. De communicatiedienst Suriname, die ook support heeft gegeven dat er livestreaming mogelijk is via GovTV. En er is ook een YouTube-link beschikbaar die we zullen delen met jullie. En ook de personen, en ik ga het niet bij naam noemen nu, die hebben gedoneerd om deze paneldiscussie mogelijk te maken. Ook speciale dank aan de minister en de directeur van Volksgezondheid dat u aanwezig was bij deze paneldiscussie. En last, but certainly not least, de panelleden en, waar is hij? De moderator. Dank voor uw medewerking om zitten te hebben in de panel. Goede moderator en de vele, vele gesprekken die we hebben gehad voor de voorbereidingen. Ik hoorde nog van Hans van, mijn mailbox is heel vol van jullie e-mails. Want we hebben een goede voorbereiding getroffen voor deze paneldiscussie. Dus dankjewel.